staan hier bij Lia Natteman in de katholieke Willy Brotherskerk in Bodegraven. Lia, voor de 1984 is het ooit begonnen, hè, de levende kerst al hier. 2 jaar is het niet geweest en nu weer sinds 22 wel. Wat is er het bijzonder aan deze levende kerststal? Ja, wat is er bijzonder aan een levende kerststal? Sowieso dat je dat het hele kerstverhaal hier in levende lijve te zien is. We hebben een ouderpaar met een pasgeboren baby die in de stal zitten. En dus ze zitten er niet met een babyborn-pop, maar gewoon met hun eigen kindje. Eromheen de engelen, de drie koningen zijn er ook al. Schaapjes, ezel, alles is van de partij. Het is nu de 39ste keer en ik hoorde dat die meneer die daar koekjes uitdeelt, dat die al voor de 32ste jaar staat. Klopt dat? Dat zou zomaar kunnen. Dat was een van de koningen waarschijnlijk. Ja. Ja, dat klopt. Weet jij nog hoe het in 84 ooit begonnen is? U kwam er op het idee. Jazeker, dat komt bij het jongerenkoor vandaan. Men was een beetje, kerst is altijd, je hoort het eigenlijk om je heen, heel veel mensen zeggen. Een soort van verplicht naar de ouders, naar de schoonouders. En overal maar weer kerst eten en na de kerst allemaal moeten afvallen. Laten we eens wat anders doen met kerst, hebben we bedacht. Laten we het kerstverhaal is laten, niet alleen met kerstbomen, kerstverlichting en veel eten, maar echt het kerstverhaal uitbeelden. En op die manier is het een beetje ontstaan. Heel veel mensen vinden dit leuk zo te zien, want het is een hele lange rij. Hè? Ja, eigenlijk de allereerste keer waren we zelf een beetje zo van, hopen dat er de hele middag wel mensen in de kerk zijn sowieso. Dat we niet alleen maar met de herders en de engelen hier staan te wachten tot er eens iemand komt kijken. En eigenlijk vanaf het eerste jaar hadden we de kerk gewoon vol. Ja. En eigenlijk hebben we elk jaar dat mensen in de rij moeten. Heel leuk. Het loopt. En het is 2 jaar natuurlijk niet geweest vanwege corona. We hebben het vorig jaar weer opgepakt. En wel met het idee van, gaan we ermee verder? Maar we zijn blij dat we dat wel gedaan hebben. Want het liep vorig jaar ook al heel goed. En toen regende het. Waren we nu ook een beetje bang voor dat het veel regen zou zijn. Maar het gaat eigenlijk wel heel goed. Sinds dagen is het nu eindelijk droog en ik zag net zelfs de zon. Hey, en ook heel bijzonder landelijke aandacht, hè, van het Jeugdjournaal. Ja, we hebben dit jaar... Dit jaar is het 800 jaar bestaan van de kerststal. En er zijn dus landelijk overal en ergens activiteiten met kerststallen. Dus vanuit het Jeugdjournaal wilden ze er ook iets mee. En zij hebben ons online ergens gespot en zichzelf een soort van uitgenodigd van zijn we welkom. En dat waren ze zeer zeker. Wij vinden dat een hele mooie opsteker. En ik heb een beetje zitten lezen wat de engelen allemaal vertellen in de kerk. Hè? Maar, verhalen. Het begint zoals bij de opa en de oma van Jezus. Hè? Van de vader en moeder van Maria. Ja, het verhaal van de opa en oma van Jezus. En het verhaal van Elisabeth die ook zwanger was. En zo leest men ook voor het eerst nu het hele verhaal. Onderweg komt men het hele verhaal tegen. Aan het eind staat er ook nog een QR-code waarbij men, als men die aanklikt, dan wordt men doorverwezen naar dat het verhaal ook nog verder gaat. Want tenslotte is het kerstverhaal ook, het houdt niet op bij alleen het kindje Jezus. We vieren begin januari 3 koningen. En dan zijn onze 3 koningen die nu hier staan in de stal, die zijn dan, hebben dan ook weer een rol in onze viering, in de 3 koningen viering op 6 januari.